Maar de eerste kans in de wedstrijd, als uit deze hoekschop de bal bij Marino Promes komt, die met een klein omhaaltje toch de bal net over het doel van Roy Beukenkamp heen lepelt. Dan een pijnlijk moment voor doelman Mark Verzijlberg. Hij moet zich in de eerste helft laten vervangen met een liesblessure of iets anders wat ervoor hangt. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Problemen voor Hendricks en reservedoelman Khalid Sinou wordt de nieuwe man tussen de palen bij Haarlem. Inworp ondertussen voor Den Haag. Sandel naar Ilioan, die zet de bal voor. Maar deze aanval is illustratief voor een slechte eerste helft van de wedstrijd ADO Den Haag-Haarlem. In de tweede helft dan Dick Heesen met een lange bal in de richting van de ingevallen Arie van der Pad. Maar Sinou is alert en houdt de stand voorlopig op 0-0. Dan wordt de wedstrijd in de tweede helft 20 minuten onderbroken wegens noodweer. Dan wordt het vervolg lastig voor Haarlem als het al met 10 man speelt omdat Alex Weling uit het veld is gestuurd. En een andere ingevallen spits, Gavin Price, 8 minuten voor tijd, 1-0 scoort voor ADO Den Haag. Sinou is boos, Sandel is blij. En Gavin Price, de Schotse aanvaller, kopt via de grond, 1-0 in het doel. ADO Den Haag op een voorsprong en de ploeg komt alleen nog in gevaar als Tom Pronk deze vrije trap neemt. Maar Roy Beukenkamp is alert en de ploeg van Mark Lotte pakt de eerste volle winst van het seizoen. In het eigen Zuiderpark, ADO Den Haag Haarlem 1-0. Mensen van Haarlem zie je op één lijn in de voorhoede staan. Dus elke bal die eruit valt is voor de tegenpartij, het is dan weer levensgevaarlijk. Dus het heeft er niets meer te maken, dan wordt alles overboord gegooid. En dan wordt er voor 1000% opportunistisch gespeeld. Ja, en dat vinden wij heel erg leuk. Ja, maar we hebben net gezien, hebben we toch ook schitterende kans gezien. Die zie je toch ook niet altijd in de Eredivisie. Nee.